dat het moet doen. René, hey, wij heeft hem aan, denk je? Ja, dan horen we piep. Ja, wat horen we dan? Piep. Piep. En dan mogen we doorrijden, namelijk. Dus Gerard Piage. Ja, de thee moet je nemen. Pakken de thee. Hey. Ja hoor, verdomd, bumpie open. Het werkt. Goed zeg. Zo beginnen we een kleine wijnreis met oud-collega René Rijpkema. Dat is toch wel heel grappig. En zo zit je dan op 5 juli in Mâcon aan de Saône. Nou, om het even te laten zien en jullie goed jaloers te maken, doen we dat even zo. Aan het. Super top. Heerlijk hè? In de zwembad. Ja. Yes. Nou René, daar heb ik wel verteld eens. Dat is een Gamay au jus noir, zou je niet zeggen. Nee, hè? Dat de druifjes zo klein zijn en dat daar straks gewoon een heerlijke, soepele Beaujolais uit gaat komen. Hè? Ongelooflijk, hè? Ongelooflijk. Dat is dat het. Dit het mooie wonder der natuur zo lekkers kan geven. Oude poëet. Dit wonder der natuur. Het zijn gewoon druiven, man. Helemaal ja, nee, man. Dat is altijd lekker. Nou, we gaan naar de kaaf kijken wat ze daar maken. Allee. We zijn dus hier aan de balie van deze zeer charmante kaafcoöperatief. De kaafcoöperatief van Juliana en Chantre. Het is normaal gesproken een beetje tegen mijn wat jullie gewend zijn van me, omdat ik bijna nooit met de kaafcoöperatief werk. Maar hier in de Beaujolais zijn die kaafcoöperaties eigenlijk vrij klein. En ze helpen echt de wijnboeren uit de streek om hun wijn te kunnen bottelen. Dus we gaan hier een proeverij doen van Fleury, Montgolfier, Leubertje, CDS en nog iets. Okay. Here it goes again. Normally, with a nice weather, you have this type of grapes, this size. But when the weather is not very nice during the floration, we have very small crop, like very small grapes, yeah. Which is very nice for the quality. It's nice for the quality. Yes, yeah, very nice. It makes wine with lots of concentration. Okay. So, and so you have here at the Gamay, you have five sticks coming out of the plant. Yes, you have. You see, the departure of the vine is here. You have one, two, three, four, and four. This one is four. It's around four to six because the grapes in Beaujolais. They ate water. Gamay needs sun. Lots of sun. Lots of sun.